Gezegend broeders en zusters, in de naam van de Almachtige God, El Elohim El. Dit is Edward Koeman, beter bekend als Rasmozus. Hij zat 1 jaar en 8 maanden in de gevangenis voor het verbouwen van cannabis. Nu wil hij dat wietteelt gelegaliseerd wordt op Curaçao. Het moet gelegaliseerd worden, omdat cannabis de economie zal verbeteren. Er zullen veel mensen werk krijgen om te telen. Er zullen fabrieken komen. Cannabis is geen drug. Cannabis is een medicijn. De beste medicijn van de wereld. Het geneest alles. Alles. Kanker, hartklachten, alles. Rasmozus is op Facebook een petitie gestart. Hij verzamelt handtekeningen voor het legaliseren van wietteelt op het eiland. Als ik veel van die handtekeningen krijg, zal ik bij de minister gaan met die handtekeningen te onderhandelen over de legalisatie van cannabis op Curaçao. Zo'n 200 handtekeningen zijn al binnen. Rasmozus hoopt dat uiteindelijk 5000 mensen hun handtekening zetten.